Goedendag, dit is het nieuws van RTV Slingeland. Met onder meer een overzichtse tentoonstelling van Piet de Lintem, de clubmatch van de Kinologenclub en de kei van Kommerij. De gemeente Winterswijk wil zich aansluiten bij een aantal andere gemeenten die willen experimenteren met het basisinkomen. U hoort een toelichting van burgemeester Van Beem. We waren weer aanwezig bij de persconferentie naar aanleiding van de collegebesluiten van BNW. En ik praat erover met burgemeester Van Beem. Het vertrouwensexperiment en de participatiewet. Het Rijk stelt nu hele strenge eisen als het gaat om bijvoorbeeld sollicitatieplicht. Dat is ook een van de weinige dingen die men eigenlijk hard eist. Maar wat wij zeggen is eigenlijk, we zouden misschien wat minder aandacht moeten geven aan die sollicitatieplicht zelf. Maar we zouden meer moeten uitgaan van wat hebben mensen nu eigenlijk voor eigen mogelijkheden en andere mogelijkheden dan simpelweg het sturen van sollicitatiebrieven. Van, is er geen andere toekomst voor ze weggelegd? En dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk of voor een stukje betaald werk, maar niet genoeg en dan moet er een uitkering bij blijven. Of inderdaad wat ik net zei, iets zelfstandigs gaan ontwikkelen. Iets in de verkoop of in de dienstverlening waar een part-time inkomen uitgehaald wordt. Nou, die proef hebben we eigenlijk wel belangstelling voor. En daarom gaan we meedoen met een groep gemeenten die nu aan het Rijk vraagt om daar ook wettelijke mogelijkheden voor te krijgen. Nou, dat besluit hebben wij nu genomen, dat wij eigenlijk wel naar een stukje modernisering van de oude, dat heet nu de participatiewet, dus dat is de oude algemene bijstandswet, toe willen, die toch meer uitgaat ook van de eigen mogelijkheden van mensen. Geldt het alleen voor de mensen in de bijstand of ook mensen in de WW? En in hoeverre heeft het UWV daar iets mee te maken? Nee, het geldt alleen voor de mensen in de bijstand, want daar gaat de gemeente over. En inderdaad, of het UWV dat ook zou kunnen gaan doen, zou moeten gaan doen, is aan het UWV. Nee, dit gaat alleen om onze bijstandscliënten. En de wet moet veranderd worden en daar moet de Tweede Kamer mee instemmen. En ik weet dat dat gevoelig ligt. Ook de discussie over basisinkomen, kan dat eigenlijk wel? En moeten we dat wel willen? Moeten we niet toch vinden dat iedereen die in de bijstand zit eigenlijk bemiddeld moet worden naar een fulltime baan met een fulltime salaris? En er is toch een discussie aan het opkomen, ook vanwege de moderne eisen die aan banen worden gesteld tegenwoordig. Ook op het gebied van techniek en ICT en wat mensen allemaal moeten kunnen. Is er een discussie op gang aan het komen dat mensen zeggen, nou volgens mij is dat gewoon niet haalbaar voor iedereen. En bedenk dan voor die groep mensen is gewoon andere nuttige bezigheden. Ga ook eens vooral ook uit van hun eigen kracht. Hoe zien ze nou hun eigen toekomst? En als ze dan voor een stukje in inkomen kunnen voorzien of ander nuttig werk willen gaan doen, bijvoorbeeld bij verenigingen of instellingen of in de dienstverlening, bedenk daar eens een vorm voor. Nou, en wij denken dat het ook zo is. Maar daar moeten we dus de Tweede Kamer van overtuigen. Dus het heeft nog wel even tijd nodig, maar wij hopen zelf, wij willen ons graag aansluiten bij die vernieuwing, dat er toch in de loop van 2000, ja, we hebben 2016 nodig om die discussie voor te bereiden, en dat in 2017, dat we dan met die proef ook echt in de praktijk en ook met mensen aan de slag kunnen. Hoeveel gemeentes willen datzelfde? Nou, je ziet nu een groep wat grotere gemeentes, dat noemen we in dit project de koplopergemeenten, die discussie al eerder begonnen zijn. En die hebben er ook universiteiten bij betrokken om ook wetenschappelijk aan te tonen dat het een hele effectieve manier kan zijn die echt iets oplevert. Dus er is een flinke groep en eigenlijk een steeds grotere groep die bij de Tweede Kamer aandringt om aan die vernieuwing mee te werken en ruimte te geven. En voor de Achterhoek? Nee, we zijn nog even de enige. We hebben het wel besproken in ons bestuur van de sociale dienst, waar ook Berkeland en Oost-Gelre aan meedoen. Die hebben in principe ook wel belangstelling. Maar we hebben afgesproken dat Winterswijk zich nu aanmeldt. En dan kunnen de andere gemeenten altijd nog ook aanhaken. Zaterdag 16 januari was het de eerste dag van de expositie van werken van de bekende Achterhoekse schilder Piet de Lintem in de Koppelkerk in Bredevoort. Door de jaren heen zijn aan Piet de Lintem 6 exposities gewijd. De laatste was in 2002. De huidige expositie is samengesteld door Hans de Beukelaar. Er worden veel werken uit particuliere collecties getoond, waaronder natuurlijk die van de nazaten van de Lintem. Maar ook veel schilderijen zijn nog niet eerder tentoongesteld.
De expositie duurt tot zondag 14 februari. Taxateur Guido Hengelveld was zaterdag aanwezig om wellicht onontdekte meesterwerken te taxeren. En Iris Halleriet ging voor TV Slingeland naar Bredevoort en nam meteen ook haar meesterwerk mee. Haar reportage kunt u zien in Uitgelicht. Zondag 17 januari vond in Theater De Storm de jaarlijkse clubmatch plaats van de kinologenclub Winterswijk en omstreken. En de hele dag door werden zo'n 40 verschillende rashonden gekeurd door diverse keurmeesters. En dit jaar waren er heel veel inschrijvingen vanuit Duitsland. En opvallend was het grote aantal Australian Shepherds. Maar voordat de rashonden aan strenge keuringen onderworpen werden, moesten de eigenaren eerst verklaren dat de honden in de laatste 12 weken niet in omstandigheden hebben verkeerd waardoor gevaar van besmetting te vrezen is. Toen aan alle eisen voldaan was, werden de honden geshowd. In Theater De Storm waren daarvoor 2 ringen gemaakt. En rond 4 uur werd bekendgemaakt wie zich de beste hond van de clubmatch mocht noemen. Voor de derde achtereenvolgende keer organiseerde Komrij College vrijdag 15 januari de talentenjacht De Kei van Komrij. In totaal waren er 33 leerlingen, verdeeld over 22 acts die auditie hebben gedaan. 17 deelnemers hadden de finale bereikt en traden vrijdag op. De winnaar van De Kei werd de 17-jarige Edinio Inees op saxofoon. In de jury had ook acteur Juvaard Westendorp plaatsgenomen en hij speelde eerder in GTST. In de ochtend waren er verschillende workshops. En een daarvan werd gegeven door Christiane de Bruin, bekend van musicals als Sister Act en Moeder, ik wil bij de revue. De complete reportage van De Kei is te zien in Uitgelicht. Het welbekende Café Hille aan de Misterweg geeft een nieuwe eigenaar. Na het bedrijf 6 jaar verhuurd te hebben, heeft Willy Willen het nu verkocht. En wel aan Nicole van der Heijden. Café en Snackbar Hillen was vooral bekend om zijn eigen gemaakte frikadellen en de vele andere producten. De nieuwe eigenaar heeft alle receptuur van Hillen gekregen, zodat de originele producten weer te krijgen zijn. RTV Slingeland bezocht de Snackbar voor de opening op 13 januari en sprak met zowel Hillen als Van der Heijden. Maar dat was nog niet alles, want Willy Hilde wilde ook nog wel even laten zien hoe een Hillen frikandel bereid wordt. En dat ziet u in Uitgelicht. Het Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Boogie gaf op zondag 17 januari weer een docentenconcert in de theaterzaal. Een registratie daarvan kunt u zien in Uitgelicht. Het recreatiegebied Hilgelo wordt zaterdag 11 juni het decor van de 2e editie Ibiza Dreams Festival. Vrijdagavond 15 januari werden de plannen in de strandlots toegelicht. Maar eerst vond er nog een evaluatie plaats met de vrijwilligers van 2015. Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Het aantal bezoekers namelijk viel vorig jaar fors tegen. De aanloopperikelen van 2015 weerhouden de organisatie er niet van om toch door te gaan. Juist het tegendeel is aan de orde en achter de schermen is er al hard gewerkt. Het festival moet een uitstraling hebben van het relaxte leven en het thema is Bohemia. Vrijdag 29 januari is er een inloopavond. En ieder die belangstelling heeft, kan hier naartoe en er is tevens de mogelijkheid om je op te geven als vrijwilliger. Meer daarover in Uitgelicht. Tot zover het nieuws. En dan in Uitgelicht kunt u kijken naar het docentenconcert van Boogie Woogie, de tentoonstelling met werken van Pieter Linten, de heropening van Café Hillen, de Komrij Kei en Ibiza Dreams Festival. Maar we gaan nu eerst naar de sport van dit weekend met Fried Jansen. Een fijne dag verder.